Justin, waarom lig je hier op de grond? Een konijn is me doodgezagen. Helemaal niet. Oké. Okay. Yo, ik ben Rick. Welkom bij Space Engineers. Haha. Hi. We zitten met de maniac aan boord. Zeker weten. Hey. Ik denk dat ze hem gaan kicken. Echt wel. Hey. Nee. Doe normaal. Hij heeft los van Space Madness. Echt. Hey, ik heb je graag. Gek jij. Nee. Oké, okay, ja, dit is dus zeg maar iets wat al elke dag gebeurt hier zo in Space Engineers. Op een manier. Niet waar, Cornelis? Ja, ongeveer. Gisteren was die echt zo zouterig. Oké. Okay. Nee. Oh, dat is die vandaag nog, alleen ik ben een beetje die zoeterig. Mensen. Zoeterig? Wat is zoeterig nou weer? Weet ik niet. Okay. Dat je helemaal happy bent. Fuck ja. Nice. Infinite resources. Echt, dit is echt zielig dit. Je Texas Chainsaw Face Off. Dit geen damage. Even waarom. Mis. Ja. Welkom op de SS Beunhaas. Dus. Dus ook komt de jammer naam. Wij hebben niet zo lang geleden onze derde basis verlaten. Cornelis, vertel eens waarom. Ja, dat was onze derde basis. Jouw schuld. Mijn schuld? Ja. Nee. Jij bleef op de server terwijl honden onze basis opaten. Ja, maar jullie waren blijven spelen. Oh ja, dus nu is mijn schuld zeker, hè? Nee, ja, eigenlijk wel. Maar goed, kort en krachtig, onze basis is opgevreten door honden. Niet waar? Helemaal het ja. Ja, was niet meer te redden. En een meteor shower, ook niet echt handig. Zeker. Dus we hebben ervoor gekozen om dit schip te gaan gebruiken als onze mobiele basis. En, wow! Ah, niet meer ammo. We hebben zojuist een stukje gevlogen en we hebben een uranium deposit gevonden. Ik zal het wel even laten zien, want uranium hebben we nodig. Een hele dag dus, hè? Een hele dag? Ja. Wat? Gisteren hebben we gevlogen. Ja, gisteren hebben we gevlogen. Voor ons dan, hè? Niet, ja. Voor de mensen thuis is het dan weer anders. De testvlucht van dit schip heb ik nog niet laten zien. Maar daar gaan een paar stukjes van komen zodra ik dit gedaan heb. Want ik heb nog iets aan content, maar ja, heb ik nog niet gemonteerd. Bla bla. Dit is allemaal uranium. En dat is onze brandstof. Een stack. Maar goed, laat ik de mijn weer uitgaan, want het is niet zo interessant hier. Het is allemaal steen en zwart steen. Weet je, waarom niet wit steen? Je moest een racistische opmerking maken. Ja, ik weet het. Nee. Oké, okay, het is een of andere Engelse gast die even de teamspeak in kwam. Dus ik zal heel even een paar dingetjes laten zien die ik eigenlijk met hun wou laten zien. Maar ja, dat kan dus niet. Hey, Cornelis is weg. Oké. Okay. 5 great time. Dus ik bedoel, alle solar panels die we hadden, hebben we hierop gezet. Het ziet een beetje retarded uit, maar het maakt niet uit. We hebben daar achterop hebben we een antenne. We hebben hier een paar passenger seats, zoals je kan zien. Ik zal je heel even snel laten zien wat we allemaal hebben hier zo. Niet gaan zitten. We hebben hier een grote car container. Daarachter zit een assembler. Dat gebruiken we om spullen te maken. En die zijn met elkaar verbonden via conveyors. Dus dat is goed. We hebben hier dan een reactor met momenteel 10 kilo aan uranium. Dat is vrij veel. Hier hebben we 2 gyroscopen die ervoor zorgen dat je schip in balans blijft. Dat je hem recht kan houden. Dat je inertia dampers werken. Medical room. Hier kan je respawnen. Je kan je kleurtje hier veranderen zoals je kan zien. Als je dat leuk vindt. Hierboven hebben we een zuurstofgenerator. Die zorgt ervoor dat je zuurstof bij kan vullen. Niet dat we dat hier nodig hebben. Maar ook je hydrogen. En dat is brandstof voor je jetpack. Op zich niet heel onbelangrijk. Dan hebben we hier de refinery. Die zet deze rauwe materialen om in ingots. Het is een soort van furnace als je het vergelijkt met Minecraft. En dan hebben we nog een moederlading aan batterijen. Dat zijn een soort van accu's. Hier fully recharge in 13 uur. Dus al zouden we hier 13 uur zitten, dan zouden ze helemaal vol zijn. Ook al is dat niet helemaal waar, want de zon die gaat natuurlijk gewoon om de aarde heen en zo. Maar goed, stel we zouden de reactor aanzetten, dan zou dat een stukje sneller gaan. Dan hebben we overal nog thrusters.
Het zijn gekke thrusters, want het zijn atmospheric thrusters. Dat is nieuw voor mij. Maar ja, we hebben het werkende gekregen, dus dat is fijn. En ja, hij zegt nu no fuel, omdat ze op recharge hebben staan. Als we dat ervan afhalen, dan... hij zegt nog steeds geen fuel time. Maar goed, maakt niet uit. ja, dat is een beetje hoe het gaat. We hebben ook nog ore detector erop. We hebben beacon hebben erop. Allerlei verschillende spullen die we nog kunnen gebruiken om, om dit een functioneel schip te maken. Dus ja, best terug en dan gaan we vliegen. Wij gaan vliegen. Gaat fucking Nederlands praten. Oké. Okay, Nederland. Jij gaat niet vliegen, Cornelis. Jouw frik. Nee, inderdaad. Jij mag niet vliegen. Schip af. Oké, okay, dus motoren aan. Accu aan. Laat ik de reactor even aanzetten. Eerst wat ik hoor, no fuel. Dit is zo mooi, dit. Echt zoveel vertrouwen hierin. Ja, weet je, als ik de reactor aanzet, dan kunnen we de refinery aanhouden. Dus dat lijkt me wel een goed idee. 44 minuten, vriend. Dat is reet te veel. Oké. Okay, Nee, het is het niet. Ik zet de ore detector ook weer aan. En... Lego! Holy shit, we hebben gewoon voor ongeveer een uur fuel. Ja, gekte. 0 seconden. 0 seconden, ja. Waar is de zon? Voor je neus. Oh, hij is boven ons. Dat is handig. Daar hebben we dus ook lekker veel aan. Nee. We're going to the sun. We missen trouwens een solar panel. Nee, die missen we niet. Dat hoort. Dat hoort. Net zoals great engineering. Net zoals de twee kleuren van de motors anders zijn. Dat hoort ook. Alles hoort. Ik kan hem niet sturen. Oh, heb je die glitch? Stop. Je bedoelt met je muis? Ja. Oh nee, niet dit. Hoe fix ik dat? Helemaal uit elkaar en weer overnieuw. Oh, oké. Okay. Flikker hem even op de grond. Gewoon motor uit en laat gravity zijn werk doen. Ja, precies. Nou, dan vliegen we wel gewoon rechtdoor. Oh god. Dan maar niet keren. Hé, hey, maar wat een mooie plek om hier tussen een basis te bouwen. Hadden we nou niet besloten om geen basis te gaan bouwen? Ja, weet ik. Ik volg het niet meer. Maar volgens mij wat het plan was, is om een schip wat 3 keer zo groot is als deze te bouwen, waar we ook de ruimte mee in kunnen. Oh, je bedoelt diegene die ik niet ging ontwerpen. Yeah. Ja, inderdaad. Dat ga jij niet ontwerpen, want dan gaan we echt niet de ruimte in komen. Oké, okay, dus we zijn op zoek naar ijzer, toch? Ja. Oké. Okay. Ik leg je weer op de grond. Je weer blaft, hè? Zorg dat ik niet crash, alsjeblieft. Daar rechts zie ik een steen. Ik zie hem ook. Ja, wat voor steen is het? Ja, daar gaan we nu achter komen. What's in the box? Nickel. Let me guess, it is iron. It's nee, het is nickel. Fuck me, we hebben iron ook. Ja. Nou, we hebben nog voor 1 uur aan fuel, dus we kunnen wel even doorgaan. Gewoon even goed rondkijken voor die steen. Ja, toch niet zo... Ja, toch niet dan. Hé, hey, maar we kunnen toch een mining ship? Dat was het doel volgens mij. Ja, eerst een mining ship, een welding ship en daarna dat grote schip bouwen. Hoezo? We hebben toch ijzer nog? Ja, we hebben nog wel ijzer. Ja, klopt, we hebben nog ijzer. We kunnen beter nu gewoon dat schip gaan bouwen. Nee. Links, steen, links. Ja, daar ga ik niet. We vliegen er ook overheen. Recht voor ons. Grekt. Ik zeg, we maken dat mining ship zodat we makkelijker kunnen minen. IJzer! Ja, ik ben aan het afremmen, kut. Banden! Dat gaat niet zo snel. Crash hem! Jokkie! Ja, draaien. Dat kon toch niet? Verdriften jij, kom op, 180, kom op. Verdriften, houd toch op. Zet hem dan in zijn achteruit op zijn minst, want ik zie nou die hele steen niet meer. Ja, ik wel. Komt goed. Het is gewoon terug naar achteren. Ja, niet zo moeilijk. Heb je deze tak lekker, hè? Ja. Oh mijn god, Justin. Goed in je achteruitkijkspiegel kijken, Rick. Voor ja, over het verkeer. Je weet dat maar heb nooit. Je niet geleerd. Ik ook niet, hoor. Maar... Jullie kunnen echt de getver krijgen. De getver? Ja, echt volledig gewoon. Weet je wat jij kan krijgen? Dat weet hij zelf ook nog niet.
Komt hij wel achter. Mag je een gokje nemen, Rick? Begin een koekje. Met een nee, maar verder naar achteren, kom op. We hoeven niet zo super dichtbij te staan. Jawel, kom op, lekker sociaal zijn met die steen. Faceplanten maar gewoon. Ja, dat lijkt me een goed idee. Just in style faceplant. Faceplant. Feit. Zo. En crash. Ja, dat zou het zijn. Nee. Nee, maar dat gewoon. Nee, no crash today. No. Dus kan dus lekker des. Nee, doe normaal. Bam. Geland. Goed zo. Hey, goed gedaan. Dank u. Nu krijg je een koekje in plaats van de David. In plaats van een wat? De tyfus. Oh mijn god. Oh my goodness. Ja, Jimmy zou je iets anders wensen. Ja, oké. Maar goed. Maar die kant nu ook beter. Nee, hoef je joh. Je moet je mail houden. Nou, kan het schip weer even opladen. En dan ben ik weer helemaal in mijn eentje. Dus dat is een beetje hoe het schip werkt. Ik vind het een aardig ontwerp, weet je. Het is het eerste schip. Dus dat is zeker, het is zeker niet slecht. Maar ik bedoel, we kunnen echt alleen maar hiermee rondvliegen. Dus dat is, we kunnen niet de planeet verlaten ofzo. Dus dat is, dat is iets. Maar goed, we gaan nu een miningschip maken. Zodat we die steen daar zo kunnen minen. En dan gaan we daarna waarschijnlijk verder op zoek naar andere materialen. We hebben redelijk wat. Als we gaan kijken in de refinery, we hebben hier magnesium, nikkel, uranium en wat ijzer. Uranium heeft prioriteit. En als we dan gaan kijken in de cargo container, we hebben nog wel wat spullen. We hebben nog wat een en ander kunnen salvagen van de vorige base. Heel veel was opgegeten door die honden. Dus dat is jammer. Maar goed, ik bedoel hier in de assembler hebben we ook nog silicon, wat zilver, magnesium, kobalt en nikkel. Dus dat gaat allemaal wel goed komen. Wat is dit allemaal? Nu moeten we dus even gedisassembled worden. Dus even kijken, dan moeten we even de assembler aanzetten. Production, kijk, ze worden dus allemaal gedisassembled. En ja. Dit is hoe het momenteel gaat. Dus ik ga nog even wat van die clipjes laten zien. En dan is dat het voor vandaag. Dus ik wil bedankt voor het kijken. Ik hoop dat je het leuk vond. En dan nog veel plezier met die clipjes. Dus Tim. Ja? Ik wil even tegen je zeggen dat het heel dik bent. Lekker. Oké, ja? Ja. Ik krijg lachen als je dit. Oh god. Oh! Running ship fuel is no low. No fuel! Even kijken hoe snel die batterijen erdoor gaan. 15 minuten, 16, what the fuck. 0, 24. Oh mijn god, jongens. Hij vliegt als een ballonnetje omhoog, ik krijg hem niet naar beneden. Oh, we hebben geen thrusters naar beneden gemaakt. Nee, het punt is, als je dus je thrusters uitzet, dan... als het goed is, tenminste niet uitzet, maar... Bedoel... Je moet wel uitkijken voordat die auto safe, hè? Ja. Oh shit. Fail! Gaan we nu dood? Misschien. Aan de zijkant kunnen we thrusters maken die naar beneden... Ja. Heb je hem al gesaved? Ja. We kunnen hem in principe neer laten storten. Nee. In principe. Doen. Dat niet doen, in verband met auto-safe. Veel te hoog boven de grond om oorsten te detecten. Ja, dat klopt. Bijzaak. Kan je de muis gebruiken om te manoeuvreren, Rick? Ja. Mooi. Eens even kijken hoor. Hij vliegt, dat wel. Ja, dat is een dingetje. Wat? Ik span. Terwijl dit ding midden in de lucht is. Help! Dus hij heeft gaat met zeven.
Ik denk het. Nou, ja, het is niet zo ver hoor. Nou, laten we dan crashen. Nee. Oh, maar nou vliegt hij wel gewoon normaal. Ook naar beneden. Hex. Nou, een soort van normaal. Ik heb hem gewoon weer kunnen landen, dus dat is goed. Hex. Oké. Het ei. Wat de hel was er gebeurd? Het wat? Het schip heeft gefaceplant. Oh ja joh. Hoe heet het? Asteroïde of zoiets? Nee. Gefaceplant, dus hij is naar voren gekukeld. Ik wil het zien. Dat is niet... Oh fuck, ik ben dood. Nou, dat was niet zo handig, Justin. Oh fuck. Wil schade of... Ik geloof alleen een punt hier. Vliegen trouwens. Kijken of ik hem redelijk normaal kan landen. Dit wil ik dus even... Oh, trouwens, de zonnepanelen zijn beschadigd. Oh. Oké. Okay. Die van de basis, of...? Ja, van de basis. Hmm. Hij gaat echt niet snel genoeg naar achter. Computer, solar cell, construction component. Dus dit ding straks moet afremmen, echt ripperino's.